De buren van Esmee Oosterman uit Gieten vinden haar in ieder geval al een kanjer. En dat kan ze zelf bewijzen tijdens de juniorenwedstrijd om het Nederlands kampioenschap in Gasselte. Yara Kastelijnen zie je de uitgesproken favoriet en hapt die meteen gruwelijk in het zand. Oosterman komt er als eerste langs. En daar zien we ook Marjolein Wijkel uit Exlo op de vierde plaats in de wedstrijd. En net als Oosterman rijdt ze voor wielervereniging De Peddelaars uit Hogeveen. Dan gaan we naar de beruchte skihelling. Yara Kastelijn, de vrouw van de mooie duikeling, herpakt zich op fabelachtige wijze en is vandaag een klasse apart. En daartussen zit nog Lotte Eikelenboom en hier de strijd om het brons tussen Oosterman en Lindy Anrooy. De meiden zijn allemaal 16 en 17 jaar oud. En met de complimenten van burgemeester van Oosterhout en met een grote voorsprong pakt Yara Kastelijn uit Neerkant hier de Nederlandse titel. Pas 16 jaar oud. En er wordt gefluisterd dat zij Marianne Vos maar op moet gaan volgen. Lotte Eikelenboom uit Hardingsveld wordt tweede. En Esmee Oosterman komt hier toch nog solo aan. Voor de derde keer op rij pakt zij het brons bij het Nederlands kampioenschap. Laatste ronde dacht ik, ik ga het weer proberen op de skibult. Toen kwam ze ook weer terug en toen op de trap, ik kan best goed lopen. Dus toen liep ik haar voorbij en ik denk dat ze toen allemaal foutjes gaan maken of zo. Want ik had nog best een grote voorsprong op het einde. Dan de nieuwelingen bij de mannen met rechts in beeld Jens Dekker uit Fluitenberg. Ging als een komeet van start, reed solo aan kop, maar gleed in de eerste ronde meteen hard onderuit. Botste tegen een boom en kneusde daarbij zijn schouder, maar handhaaft zich keurig vooraan. Het zijn Wolsing, Bouwmans, hier zien we Jens Dekker die van de fiets af moet en ook Mitch Groot. Bouwmans moet er dan af en deze drie mannen die het hele seizoen al domineren, alle drie wonnen ze al meer dan 10 wedstrijden, zijn nu ook de baas. Maar op de een of andere manier reden ze weinig tegen elkaar. Dit zijn Groot en Wolsing bij elkaar. Dekker moet dan een gaatje laten vallen, maar hij kan goed lopen, slaat zelfs treders over. Maar de schouder zorgt toch voor problemen. En de overwinning gaat hier naar Thijs Wolsink. Heeft zich losgemaakt en pakt de titel bij de nieuwelingen voor Mitch Groot. En dit is Jens Dekker die genoegen moet nemen met een bronzen medaille en een zere schouder. Ik lag op kop alleen en ik was bezig mijn voorsprong uit te bouwen. En toen gleed ik weg in een bocht en toen reed ik tegen een boom met mijn schouder. En toen lag ik op de grond, toen was mijn voorsprong weg. En dan met die pijn verder rijden, dat is lastig. En vader Dick Dekker maakt zich dan op voor de wedstrijd van broer Erik. De oud-prof doet mee in de klasse van de 40-plussers. Daar een pittige valpartij en Dekker komt er in het groen van Belkin mooi buitenom. En als je hem op een fiets zet, dan blijft hij fanatiek. Dekker werkt zich op naar de vijfde plaats en daar kan hij tegenwoordig best tevreden mee zijn. Het is een zwaar rondje, op zich kom je wel redelijk op je plek. Misschien vierde had erin gezeten, maar goed, dan moet je snel trappen. Nee, vijfde is goed.